Welkom. Verder met vertering. Het volgende voedingsstof zijn lipiden. En die kan je vinden in BINAS 67G. Het begin van het groene deelte. Ons hoofdmotto is nog steeds dat voedingsstoffen moeten eerst verteerd worden voordat ze kunnen opgenomen worden. En we gaan nu kijken naar lipiden. Lipiden worden vaak in biologieboeken zoals een soort langgerekte E afgebeeld. Ja, een verticaal stokje met horizontale lange zeg maar, poten. En de lengte van die poten die kunnen variëren. Ja, die kunnen van heel erg lang tot iets korter zijn. Dus ze hoeven ook niet allemaal even lang te zijn. Nou, dit moet glycerol voorstellen. Ja, dat is propaan, maar dan met op ieder C-atoom heb je een OH-groep. Dus 1,2,3 propanol. En die vetzuren, dat zijn deze lange ketens. Dat zijn hele lange ketens, 18, 20 of soms nog wel langere ketens van C-atomen, waaraan één deel van die lange ketens zit een zuurgroep. Een C met een dubbelgebonden O met een OH-groep. En je ziet het al, die alcohol van glycerol kan binden met de alcoholgroep van mijn zuurgroep. En daarmee kan ik dus een ester maken, hè, zoals je dat geleerd hebt in 4-VWO. En dat gebeurt hier drie keer, dus we hebben niet een monoester, niet een diester, maar we hebben een triester. En dat is het kenmerk van alle vetten die wij eten, dat zijn allemaal triesters. Die triesters moeten ook verteerd worden voordat ze opgenomen kunnen worden, geresorbeerd door onze dunne darm. En wat gebeurt er? We maken die triester, of die maken dieren, wij ook, planten, die maken die triester door een condensatiereactie, door deze OH-groepen aan elkaar te vormen. Over die vetzuren, daar valt het een en ander natuurlijk over te vertellen. Want als we die verteerd hebben, dus als we die weer door hebben geknipt, komt er natuurlijk weer water in. Gaat die esterverbinding, of die esterbinding, is dan weer open. Dat is dus het omgekeerde van de condensatiereactie. Dan komen er dus vetzuren vrij en we krijgen een glycerol. Je ziet dan dat glycerol heeft drie OH-groepen, dus dat zal wel goed oplossen in water. En dat doet het ook. Ja, maar die vetzuren, die kunnen nog wel eens heel erg lang zijn. En je weet zo'n hele lange koolstofketen, hè, dat is apolair en dat lost niet goed op in water. Nou, wat blijkt zo te zijn, dat als die ongeveer 12 C-atomen lang is of korter, dan lost het wel op in water. Is die langer dan 12 koolstofatomen, dan lost die niet op in het water of minder goed. Het is natuurlijk niet echt zwart of wit verhaal, maar dat heeft een consequentie voor waar ze naartoe gaan als ze zijn opgenomen. Verder over die vetzuren, die kunnen verzadigd zijn of onverzadigd. Verzadigd betekent verzadigd met waterstofatomen, die geen dubbele binding. Ja. Zijn ze onverzadigd, dan kunnen ze meervoudig versus enkelvoudig verzadigd zijn. En dat wil gewoon zeggen, enkelvoudig is één dubbele binding, meervoudig is meer. En meer dubbele bindingen is beter. Ja? Dat omega-3-zuur, of die pillen die je daarvan kan slikken, dat zijn vaak meervoudig onverzadigde vetzuren. En die schijnen heel erg goed voor je te zijn. De verzadigde vetzuren die zitten vooral in dierlijke, hè, vooral dan dierlijk eten als in landdieren, dus geen vis, maar varkens, koeien, schapen, vlees. Daar zitten veel verzadigde vetten in en die zijn toch minder goed voor je als de onverzadigde vetten. Die vetzuren, en het woord zegt het al, bij de vertering van een vet, wat overigens pas na de maag gebeurt. Dus het hele eerste gedeelte, ja, mond, slokdarm, maag, gebeurt er niets met ons vet. Pas na de maag komt die vertering op gang. Dat zorgt voor een lagere pH. Want het simpele feit dat je die ester, die triester, doorknipt, zorgt dat er vetzuren vrijkomen. En een vetzuur, het woord zegt het al, is zuur. Dus je pH wordt lager. En dat kan je meten in het lab. En heel veel klassen in 4-5-VWO doen dat ook als proefje. Ja, door vetten te verteren. En dat kan je meten in je pH, dat die vertering gaande is. Want je pH wordt langzamer steken, wordt steeds lager. Omdat het zuurder wordt. Het rare is dat die vertering die gebeurt niet helemaal. De vertering is meestal tot twee vetzuren gaande af. En dan houden we een monoglyceride over, dus maar met één vetzuur en die wordt dan opgenomen. Even denken. Het gal, wat in eerdere filmpjes geweest is, dat komt ook ter sprake.
Het gal, dat wordt door je lever gemaakt, wordt bewaard in je galblaas, wordt dan via het afvoerbuisje, waar ook je alvleesklier gebruik van maakt, wordt het in je twaalfvingerarm erbij gedaan. En vet plus gal, dat gal is een emulgator, dat zorgt voor oppervlaktevergroting. Dus in plaats van dat vet, wat allemaal natuurlijk apolair is en niet oplost in water, dat zoekt elkaar op, dat wordt een massa. En die enzymen, die verteringsenzymen, ja, die kunnen alleen maar aan de buitenkant werken. En dat werkt dus veel beter met gal, want het is een emulgator. Dus al die grote brokken vet, die vallen uiteen in kleine druppeltjes en dat is veel sneller te verteren. En nou, dat helpt dus. Dus heb je iets aan je galblaas of aan je lever en kan je minder goed gal produceren, ja, dan zal je voeding aan moeten passen. Want dan is die vertering van die vetten, is door het gebrek aan gal, is veel minder goed. Ja, en dat zal je merken, dan krijg je darmklachten, vaak diarree en dat soort zaken. Goed, die vertering van onze vetten, ja, in glycerol, in vetzuren of in de monoglyceride, die kunnen worden opgenomen. Als die vetzuren, als die kleiner of gelijk dan 12 koolstofatomen zijn, dan zijn ze dus oplosbaar in water en dan worden ze opgenomen in je bloed vanuit je dunne darm. Zijn ze dan langer, dan worden ze opgenomen in je lymfevat. En dat is goed om te onthouden. Daar komen regelmatig toetsvragen of examenvragen over. Goed, vertering dus van vet. We hebben vetten tot ons genomen. We weten waar ze verteerd worden, vanaf de maag. En verder, ze worden geresorbeerd, zoals alles wordt geresorbeerd in de dunne darm. Ja, en dan hebben we ze dus allemaal opgenomen. De volgende wordt eiwitten. Heel veel succes!